Wat heb je allemaal nodig als je een auto gaat overschrijven? Van de koper heb ik een rijbewijs, identiteitsbewijs of een paspoort nodig. En van de verkoper heb ik het originele kentekenbewijs nodig. Het is een Toyota Starlet, het komt op naam van Van der Eerde. Dit is het naamstellingsverslag. Deze code die hierop staat, die heb je straks weer nodig om de auto te verkopen. En die krijg je binnen 5 werkdagen krijg je een RDW, een A4'tje met een pasje erop. En deze code die kun je dan weer invullen op de 4 lege vakjes op het andere A4'tje. Dit is uw rijbewijs dat de auto niet meer op uw naam staat. En het kan zijn dat de verzekering erom vraagt om uw verzekering op te zeggen. Alsjeblieft. Dankjewel. Heel veel plezier ermee.